Stef, een van de jongens uit het boek, een jongen van een jaar of 11, 12, heeft een grote broer, Joep. En die is 18. En Joep werkt al in de mijn. En daar heeft hij ook zo'n soort relatie mee als ik met mijn broer had. Maar het gekke was, ik was het aan het beschrijven, maar ik had helemaal niet in de gaten dat ik het over mijn eigen broer had. Dat had je niet in de gaten? Nee, dat had ik niet in de gaten. Ik was helemaal bij Joep en bij die kinderen en de mijnwerkers en zo. En wanneer is het moment dat je dat als schrijvend wel doorkrijgt? Dat was het moment dat ik op een zeker moment bij mezelf dacht van, als ik het nou echt realistisch wil maken, want zo ging het. Dat in die tijd, als een mijnwerker verongelukte, kwam dat ook als een donderslag bij heldere hemel. Dan kwam een wagentje de straat inrijden met iemand van de mijnpolitie en de pastoor. Die bellen aan en dan weet iedereen, oh, daar is een dode. Aan de hand. Want er vielen best veel doden, gemiddeld één keer in de maand. En het gekke was, ik schrijf dat op. He, dat wagentje die straat inrijdt om bij die ouders van Stef en Joep te gaan vertellen van, Joep is verongelukt. En de tranen liepen over mijn gezicht. En ik dacht, wat is dit? Zit ik op mijn eigen... En ineens dacht ik, oh nee, ik zit over Jan te schrijven. Het was echt zo'n...